pouzdanje u Boga protiv svih neprijatelja. Opvang in Macedonië. Britse paratroopers gaan richting Kosovo. Een groot leger verheft zich dreigend in de lucht. Het is als een klassieke oorlogsfilm. Tegelijk gaat er vanuit Skopje over de weg een eindeloze rij zwaar metaal op weg naar Pristina. Amerikanen, Engelsen, Duitsers. Een enkele Nederlander. Maar meteen al bij de grens van Macedonië naar Kosovo gaat het mis. Urenlang is het een eindeloze, bewegingloze file. De problemen zitten kilometers verder. De Britten zijn bang dat er in een tunnel mijnen zijn geplaatst. De tunnel wordt angstvallig onderzocht. Zo gaat het stapvoets verder over een bergweg die wordt bewaakt door Gurkha's, Nepalese soldaten die in het Britse leger dienen. Beruchte strijders, maar ze hebben niet veel te doen op deze dag. Langs de weg ondertussen is er niemand te zien. De huizen zijn verlaten, de winkels en de restaurants leeggeplunderd. Een dode hond lijkt hier al weken te liggen. De Albanese moesten al maanden geleden vluchten. De Serviërs zijn misschien pas een paar dagen geleden vertrokken. Uit angst voor het UCK, de Albanese bevrijdingsbeweging. En inderdaad verschijnen ze langs de weg, de rode baretten van het UCK. Ze komen na maanden van oorlog nog wat onwennig bij de plotselinge vrede uit de heuvels en trekken in een paar huizen die net verlaten zijn door de Serviërs. UCK'ers denken dat uiteindelijk alle Serviërs uit Kosovo zullen wegtrekken. Oh, doe het met voegas. Moet ze niet zeggen sluwen. Kan het over de wet? Dat het Shembull që rreth një jon në Lesan ka çanik prej zaj, po s'të mos ka dihet, e di që kanë hetur Beograd. A ne përpjet, alo nuk kemi lajme. Besoj që ne do të ikim. Op deze dag dat de NAVO binnenrijdt en de Serviërs verdreven zijn, zijn ze blij. Maar ook na zoveel maanden strijd op leven en dood behoedzaam. Deze soldaten hebben zoveel vertrouwen in de NAVO dat ze bereid zijn om hun wapens in te leveren. Zo staat in het vredesverdrag. Maar dan nog die schimmel, maar we zetten juist. Zie wat dat is met hem. Maar we zetten staal met hem in schaars dood met de zuur. Dat is een matmoeis schimmel. Juist die hele lange penalty, krijgt ons nog even. Maar nee, wij moeten de zuur, soms zoveel langer. En terwijl de UCK'ers hier beginnen na te denken over iets van een normaal leven, gaat de invasie van de Panthers gestaan. Door. Het is perfect terrein voor de hinderlaag, maar er valt geen schot, geen Serviër laat zich zien. Hier in Zuid-Kosovo hoor je alleen de dieselmotoren en de knarsende rupsbanden. Zuid-Kosovo lijkt verder dood en verlaten.
De Russische troepen hebben het grootste gedeelte van het vliegveld van de Kosovaarse hoofdstad Pristina in handen. Ze hebben checkpoints opgezet om te voorkomen dat Britse eenheden van KFOR daar posities innemen. De Russen lieten wel een bus met Servische militairen en hun families vertrekken en even later ook een aantal Servische tanks. Terwijl steeds meer KFOR-troepen Kosovo binnenstromen, blijft Moskou een eigen sector eisen en weigert het zich onder bevel te scharen van de Britse commandant Jackson. De Kosovaren ontvangen KFOR met open armen. There should be no more surprise moves by either side. It is very important that each of us knows what the other is going to do and understands why. It is important that we avoid any surprise move which can cause confusion and may lead to suspicion. Maar de zalvende woorden van de Britse minister leiden nog niet tot een verandering van de situatie op de grond. Dat merkte een Franse commandant die met zijn troepen een oliedepot wilde opzetten bij het vliegveld van Pristina. I have to deploy I don't know where it is exactly. To implement to set up a fuel depot. A fuel depot, and the NATO told me in this area. Yes, Russian. But we have to work together. I don't know exactly if we have to work together. In Pristina lijkt zich inmiddels op bescheiden schaal een milde vorm van etnische zuivering te voltrekken. Serviërs pakken hun spullen en vertrekken. Ze worden uitgejouwd door de Kosovo. Er zijn ook honderden Servische militairen uit Pristina vertrokken, maar er zijn nog steeds Servische militairen in de Kosovaarse hoofdstad. We have a very good professional relationship with them, and it has also been a very cordial relationship on a personal level. Servische militairen en politie op weg naar huis laten hier en daar sporen van vernieling na. We saw the house burning and we came along to see what's been going on. And I've been told by the Albanian community that over the last 3 months the Serbian armed forces have been using this as a sort of compound and that they left this morning and as a result shortly afterwards men were seen leaving in a red Volkswagen car having set fire to the house. Aan de grens van Kosovo met Albanië verlaten Servische militairen hun stellingen in de bergen, gadegeslagen door verdreven Kosovaren. Mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Al ti si, Gospode, štit koji me zaklanja i slava moja, i podižeš glavu moju. Glasom svojim vičem ka Gospodu i čuje me sa sve te gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem.
вірне Господь. Чува. Не боїмся. De Kosovaren koelen hun woede op de Joegoslavische grenspost. De NAVO verwacht aan het eind van de dag met ongeveer 10.000 man in Kosovo te zijn. De totale troepenmacht van KFOR zal uiteindelijk uit 50.000 man bestaan. In Prizren kwam het tot schermutselingen tussen Kosovaren en terugtrekkende Servische militairen die huizen in brand zouden hebben gestoken. Duitse KFOR-troepen herstelden de orde. Na de intocht van de Russen en de aankomst van de NAVO begon Pristina aan een rustige zondagochtend waarop de Albanezen het straatbeeld bepaalden. Na een paar verkenningsmissies rolde plotseling om 11 uur een Britse panzerkolonne het stadscentrum binnen en nam een paar strategische posities in, gadegeslagen door een Servische soldaat die op de bus naar Belgrado stond te wachten. De Britten waren tevreden over hun intocht. Everybody's really pleased to see us. People giving us flowers and cigarettes and, you know. It's a bit overawing, really. Didn't expect this. De Albanezen reageerden opgelucht op het Britse machtsvertoon. Nadat kleine eenheden de Albanese wijk van de stad hadden verkend, trokken de panzerwagens ook daar binnen voor een enthousiast onthaal. This is the most happiest moment in my life. I really don't have any word to say, because we have suffered a lot. Een plaatselijke acteur personifieerde een oude Albanese held en er werd luid geroepen om het ICK. De NAVO-troepen zijn door de Albanese hier ingehaald als ware bevrijders. En het is duidelijk dat de mensen verwachten dat in het kielzog van de Engelsen ook het UCK zal arriveren. Bijna niemand gelooft erin dat dat nu juist een van de dingen is die de NAVO wil voorkomen. Toch was het juist het gerucht dat het UCK oprukt dat vanmiddag opnieuw veel Serviërs op de vlucht joeg, beschimpt door Albanezen die nu ook durven te spugen op het terugtrekkende Servische leger. Hoewel het rustiger is dan de afgelopen dagen, is de toestand onzeker. Vanmiddag werd een Albanese bibliotheek in brand geschoten. Omgekeerd heeft het UCK in een voorstadje 4 Serviërs gedood. Intussen hebben de Britse troepen zich geïnstalleerd op het busstation, te midden van Joegoslavische militairen die wachten op vervoer naar huis. Voor de terugtrekking worden alle middelen ingezet. De achterblijvende Servische burgers zijn bang. Ako držu ono što su potpisali, valjda i dosje da će da smire, da bi mir zavladao kosmetu i zemlje i tako dalje. De angst onder de Servische bevolking is de afgelopen uren versterkt nadat een Britse soldaat een dronken Servische politieman had doodgeschoten. The individual continued to threaten the soldiers with his weapon, and fire was returned in self-defense. Regrettably, the individual was killed. De straat is intussen door KFOR afgesloten. In Prizren werden Duitse troepen vanaf de heuvels en daken onder vuur genomen. Ze schoten terug, onder meer op een personenwagen, van waaruit ook zou zijn geschoten. I'm
ambulance. Mama, then. They want to finish. They want to finish. De bestuurder kwam om het leven. De bijrijder raakte zwaar gewond. Hij werd door de Duitsers naar een ziekenhuis gebracht. Psalm 3. Pouzdanie u Boga proti svih neprijatelja. Народа, что со всех стран навалює на мене. Устани, Господи, помози мені, Боже мой, ір ти ударяш по образу сви неприятелі мої, розб'єш зуби безбожницима. От Господа і спасіння, нека буде на народу твом благослов твой, нека буде на народу твой, благослов твой, благослов твой. Zondagavond laat trekt opnieuw een lange kolonne militaire voertuigen Kosovo binnen. Het is een voornamelijk Duits konvooi, maar ook de gele rijders bevinden zich in de kolonne. Deze artillerieafdeling is de eerste bijdrage van Nederland aan KFOR. Ze gaan op weg naar Prizren, zo'n 100 kilometer van de grens. De tocht leidt door verlaten spookdorpen. In de verte wordt geschoten en op de weg ligt een lijk dat voorzichtig in de berm wordt getrokken, uit vrees voor booby traps. Langs de weg staan Servische troepen die zich opmaken voor de terugtocht. Als het licht wordt, is goed te zien wat zich in de omgeving van Prizren heeft afgespeeld. In Prizren zelf opnieuw veel Servische militairen. Op het eerste gezicht ziet de stad er niet al te beschadigd uit. Ik ben een jaar geleden teruggekomen uit Bosnië, 25 mei vorig jaar. En daar waren de huizen, toen ik daar naar binnen ging, daar waren de huizen gewoon compleet gesloopt. Wat ik hier gezien heb, ik heb nu alleen Prizren gezien. Ja, er staan nog veel huizen omhoog en er zijn ook wel huizen die in de brand staan. Maar voor de rest valt het eigenlijk, tenminste wat ik tot nu toe heb kunnen waarnemen, valt het wel mee. De materiële schade in Prizren lijkt mee te vallen. Maar als je hier een paar uur rondloopt en met mensen praat, dan wordt één ding duidelijk. Prizren is een van die vele steden in Kosovo waarin het op korte termijn ondenkbaar lijkt dat Serviërs en Albanezen naast elkaar kunnen leven. Want veel Servische inwoners ontvluchten nu op hun beurt de stad, uit vrees voor Albanese overheersing. Serbian troops are very tolerated Albanian people, but Albanian people hate Yugoslavian army because they want big Albania, Republic of Kosovo, and Kosovo is Serbia, part of Serbia. De Albanese in de stad die niet gevlucht zijn, ervaren de komst van KFOR als hun bevrijding. In de hoofdstad Pristina bevindt zich nu een bonte verzameling burgers en militairen. Er zijn Russen bij het vliegveld, Engelsen in de stad, Servische militairen, paramilitairen en de zogenaamde Servische politiemacht. In de stad wonen Servische burgers, Albanese en er lopen erg veel journalisten rond. De rust is nog lang niet overal teruggekeerd. Gisteren waren er schotenwisselingen tussen Engelse en Servische politieagenten.
Vooral in de buitenwijken is het gevaarlijk. Gistermiddag doden Albanese burgers deze zich terugtrekkende Serviërs. In hun legertruck zouden de Serviërs allerlei gestolen goederen vervoeren. Ten slotte komen ook de eerste hulpconvooien de stad binnen. De zakken met voedsel worden nu nog opgeslagen, maar zullen zeer snel verspreid worden onder de hongerige bevolking. Estje, inmiddels vanuit Nis in Pristina aangekomen. Wat heb je onderweg gezien? Nou, vanochtend zijn we uit Nis vertrokken en zijn net in Pristina aangekomen. Onderweg zagen we vooral heel veel militaire voertuigen Kosovo uitkomen. Veel vrachtwagens, tanks en dat hield ons ook nogal op, omdat bij elke kolonne moesten we allemaal wachten. Hier net in Pristina werden we ook weer aangehouden door het Joegoslavische leger, dat is hier dus ook nog steeds. Ze waren hun vrachtwagens aan het volladen met spullen en waren dus ook duidelijk bezig om te vertrekken. Wat ook interessant was, op onze weg van de grens naar Pristina zagen we ook de Britse troepen van KFOR binnenkomen. Een van de militairen vertelde ons dat ze net vandaag begonnen waren om dus naar het noorden te trekken. Ze hebben daar zo'n 25 tanks vandaag naar het noorden gestuurd. En ze zijn daar nu dus ook bezig met het vrijwaken van de wegen. En ze dachten daar een paar dagen voor nodig te hebben. Ja, hoe ziet Pristina er op dit moment uit? Is het nog een leefbare stad? Nou, de stad ziet er heel erg leeg uit vooral. Niet alles is verwoest, er zijn natuurlijk veel verwoeste gebouwen, maar er loopt vooral helemaal niemand op straat. We hebben een paar tanks gezien met daaromheen dus de beelden van veel kinderen, bloemen enzovoorts. Maar het ziet er hier vooral heel verlaten uit op dit moment. Dat was mijn eerste indruk althans. De Servische burgers, zijn die allemaal inmiddels Kosovo ontvlucht? Nou, we hebben op onze weg van Nis dus naar Pristina heel veel verbrande dorpjes gezien. En natuurlijk ook vluchtelingen, Servische vluchtelingen, op weg naar het andere deel van Servië. En het lijkt er dus op dat de meesten hun huis hebben verlaten. We zagen ook veel rookwolken, dus het teken van misschien brandende huizen. Dus het lijkt erop alsof de meesten wel teruggetrokken zijn. Hoe gevaarlijk is de situatie in het gebied nu? Er zijn al verschillende journalisten gedood. Nou, we hebben het even gevraagd aan de Britse militairen. Ze zeiden dat er vandaag in dat gebied, in ieder geval het noorden, helemaal niks was gebeurd. Maar ze hadden ook geen meldingen gekregen van andere gebieden. Wel melden ze dat het UCK, het Kosovo Bevrijdingsleger, overal nog duidelijk aanwezig is. Dus wat dat voor de komende dagen betekent, dat is natuurlijk niet duidelijk. Maar vandaag waren er geen meldingen van gevechten rondom Pristina. Hoe word je benaderd door de Albanese die al die tijd in Pristina zijn gebleven? We hebben al wat Albanese kinderen gezien die ons toezwaaiden, maar verder heb ik nog niet de gelegenheid gehad om met ze te praten. We hebben ze alleen gezien en ze zwaaien elke buitenlander toe als een soort bevrijder. Wat merk je van de aanwezigheid van Russische troepen in het gebied? Nou, op onze weg van Nis naar Pristina hebben wij geen enkele Russische troepen gezien. Er was natuurlijk gisteren nog de melding dat er eventueel weer nieuwe troepen klaar stonden om Kosovo binnen te trekken. Maar daar hebben wij natuurlijk niets van gemerkt vandaag dat dat zou gebeuren. En dat is natuurlijk ook de Amerikanen toegezegd dat de Russen dat niet zouden doen. Esther van Gent vanuit Pristina, dankjewel. Veel soldaten zijn gefrustreerd over hun gedwongen vertrek en dat laten ze merken ook. Ook veel Servische burgers verlaten Kosovo. Ze zijn bang voor wraakacties van Albanese en van het UCK. Vaak is die angst niet onterecht. Een Franse KFOR-officier moet hier tussen beiden komen om erger te voorkomen. Hey,
Vandaag al hebben zo'n 30.000 Serviërs Kosovo verlaten. President Milosevic deed een opmerkelijke stap. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog vertoonde hij zich in het openbaar en sprak het volk toe in Novi Sad, bij een van de kapotgeschoten bruggen. Za svojih 25 nacionalnosti koje zajedno žive i koje daju primjer drugim državama i drugim regijama kako se zajedno živi u jednoj ovakvoj višenacionalnoj zajednici. Iets te verzwakken, nu de ultranationalist Sesjol met zijn ministers uit de regering is gestapt. Uit protest tegen de aanwezigheid van NAVO-troepen in Kosovo. Maar door die aanwezigheid voelen veel etnische Albanese zich voor het eerst sinds maanden weer veilig. De vluchtelingenorganisatie van de VN stuitte op deze groep Kosovaren. Ze zijn op weg naar huis nadat ze maanden in de bergen hadden geschuild voor het geweld van de Serviërs. Terwijl de Joegoslavische troepen zich terugtrekken, stromen duizenden KFOR-militairen Kosovo binnen. Ze hebben inmiddels 4 massagraven aangetroffen. Het grootste ligt bij Katjanik, in het zuiden van Kosovo. Op weg naar Katjanik passeren we een lange kolonne Amerikaanse legervoertuigen op weg naar hun posities in het grensgebied. Ze worden begeleid door Apache-helikopters die de heuvels in de gaten houden. Het massagraf dat door Engelse troepen is ontdekt, ligt een paar honderd meter achter de officiële moslimbegraafplaats. Het ziet er geïmproviseerd, maar tegelijk ordelijk uit. Juist daarom wil de plaatselijke KFOR-commandant geen overhaaste conclusies trekken. We can't say whether the graves are local Albanian, Kosovans or Serbian. It's impossible to say yet, and that would take some time until that's been established. It's possible that they've been reburied from another grave. Terug in Pristina zien we een Britse ambulance voorbij schieten. Even verderop staat de auto van een Servisch echtpaar dat wilde vluchten. Hun wagen is door onbekenden doorzeefd met 7 kogels. Als door een wonder is alleen de chauffeur gewond. Het was het enige ernstige incident van de afgelopen 24 uur in de Kosovaarse hoofdstad, maar de toestand blijft gespannen. Ook komen er steeds meer hulpverleners de stad binnen. In Pristina worden al hulpgoederen uitgedeeld, maar daarbuiten is het veel moeilijker. Een grote groep mensen die hulp nodig hebben. We verwachten dat dat vooral de mensen zijn die heel lang verscholen hebben gezeten in Kosovo en nog verscholen zitten in de bossen en de bergen. Daar hebben we tot nu toe nog geen toegang toe. Ook het herstel van de stad zelf moet snel ter hand worden genomen om de terugkeer van de vluchtelingen mogelijk te maken. Overigens vinden verschillende KFOR-commandanten en hulpverleners dat de materiële schade die in Pristina en omgeving is aangericht door Servische plunderaars en NAVO-bombardementen eigenlijk nog wel meevalt. Vooral omdat er naar verhouding maar weinig woonhuizen zijn getroffen. En dat zou kunnen betekenen dat de mensen die de stad de afgelopen maanden zijn ontvlucht veel sneller kunnen terugkeren dan aanvankelijk was voorzien. Ook zijn er sterke geruchten dat het UCK een wijk in Pristina zou hebben ingenomen. Een schoolgebouw zou dienen als hoofdkwartier. Ondertussen blijven de Joegoslavische troepen zich massaal terugtrekken. Veel soldaten zijn gefrustreerd over hun gedwongen vertrek en dat laten ze merken ook.
Alleen vandaag al zijn 30.000 Servische burgers uit Kosovo weggetrokken. Bang als ze zijn voor wraakacties van terugkerende Albanese en van het Kosovo-bevrijdingsleger. Verslaggever Wouter Körpershoek in Kraljevo in Servië maakte de volgende reportage. Het lijken dezelfde beelden die de afgelopen maanden al de wereld zijn overgegaan. Lange rijen tractoren, aanhangers volgepakt met huisraad en de onzekere gezichten van mannen, vrouwen en kinderen die huis en haard hebben verlaten. Alleen zijn het deze keer geen Albanezen, maar Serviërs die Kosovo massaal ontvluchten. Politie, skinula uniformu. Nema. Šta ćemo mi sa? Nismo smeli da čekamo. Omdat Servië al veel vluchtelingen herbergt uit Kroatië en Bosnië, moet volgens Olgo Nikolic van een Servische vluchtelingenorganisatie de stroom Serviërs uit Kosovo gestopt worden. Moraju odmah da počnu da deluju tamo gdje su Srbi, na način koji će njima povratiti neko povjerenje, da ne smatraju da su tamo prepušteni sami sebi i da će biti likvidirani, masakrirani od strane Šiptara. Een aantal van de vluchtelingen is de afgelopen weken gewond geraakt door de bombardementen van de NAVO. Het officiële Servische standpunt is daarom dat de NAVO verantwoordelijk is voor de humanitaire crisis. Maar Olga Nikolic beschuldigt vooral de eigen politieke leiding. Pre svega treba ukloniti taj politički vrh, onda demokratizovati ovu zemlju, uvesti demokratiju ovu zemlju, uvediti ljude da mogu bolje da žive bez ove politike koja je danas na sceni u ovoj državi. Deze Servische vluchtelingen voelen zich in de steek gelaten. Niet alleen door het eigen leger en de eigen politie, die Kosovo gedwongen heeft moeten verlaten, maar vooral ook door de NAVO, die niet op tijd is geweest in hun dorpen en steden om ze te beschermen tegen het Kosovo-bevrijdingsleger. En zo ontstaat er een nieuwe, grote groep vluchtelingen in deze regio van de wereld, die toch al zo barstensvol vluchtelingen zit. Moj treba ta budala nikad nije ni trebao da bude to što je bio. Zbog njega su krivo izgorela sela tamo bar 10% zbog njega. Veel Serviërs wachten de terugkeer van de Kosovaren niet af. De etnische Albanese doen ze uitgeleiden, vaak niet erg zachtzinnig, zoals hier in de stad Prizren. Worden de huizen van de Servische bevolking geplunderd. Een van de doelwitten was een café waar de Servische militairen geregeld gingen drinken voordat ze hun aanvallen uitvoerden. De net gearriveerde KFOR-troepen hebben nog weinig kunnen doen tegen dit gewelddadige volksfeest. Wouter, je hebt daar Servische vluchtelingen, politiemensen en militairen voorbij zien komen. Hebben zij een verklaring voor die massagraven die in Kosovo zijn gevonden vandaag? Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat het niet gemakkelijk is om Servische politieagenten en soldaten te confronteren met dit soort vragen op het moment dat ze terug aan het trekken zijn. Toch hebben we dat wel geprobeerd en sommigen waren ook opvallend genoeg bereid om iets te zeggen. En dan hoor je dat het niet ontkend wordt. Men geeft toe dat er hier en daar misstanden zijn geweest. Alleen willen ze dan niet vertellen wat precies. Dus er wordt niet gezegd, ja, er is inderdaad gemoord, er zijn mensen neergeschoten of wat er dan ook gebeurd is. Bijvoorbeeld geroofd of huizen platgebrand. Maar er zijn dingen gebeurd. Alleen willen ze er onmiddellijk aan toevoegen dat dat niet is gebeurd door het Servische officiële leger en Servische politie. Degene die ervoor verantwoordelijk waren, zo vertellen ze, dat zijn die paramilitaire groepen die door dat hele gebied hebben gezworven. Dat zijn gewapende burgers geweest, gewapende Servische burgers die hier en daar bezig zijn geweest. Alleen nogmaals, ze willen dan niet vertellen wat dan precies. Alleen ze hebben er blijkbaar belang bij om duidelijk te maken dat zij als officiële leger en officiële politieagenten dat niet hebben gedaan. Wat zeggen ze over de zware verliezen die volgens de NAVO de afgelopen weken zijn toegebracht aan de Servische troepen? Die verliezen zijn groot. Als je hun verhalen moet geloven, zijn er veel mensen omgekomen. Men is ook heel teneergeslagen en vooral teleurgesteld omdat er
weinig aandacht aan gegeven mag worden. Wij hoorden een verhaal in een klein dorpje waar veel soldaten van naar het front waren gestuurd, dus een klein Servisch dorpje. En daar zijn de afgelopen dagen alleen al 53 lijken teruggebracht van soldaten die zijn omgekomen door NAVO-bombardementen in Kosovo. Normaal wordt er een soort mededeling gedaan, wordt daar ook rugbaarheid aan gegeven door het middel van het ophangen van die bekende papiertjes. Er staat dan een foto op en een kruis en een naam en waar iemand is omgekomen. Alleen dat mocht uitdrukkelijk nu niet gebeuren. Al die mensen zijn min of meer in stilte begraven. En zo werd ons verteld, er komen ook nog tientallen lijken aan die in vrieswagens onderweg zijn naar Servië. Blijkbaar willen de autoriteiten niet dat de bevolking op de hoogte is van het feit dat er wellicht meer slachtoffers zijn gevallen. Maar ja, dat gaat dus op deze manier toch gebeuren, omdat die mensen terugkomen met verhalen. Ja, alleen men wil ze dus niet voor de camera vertellen. Dat begrijp ik natuurlijk ook wel weer. Aan de andere kant is men toch bereid om iets te zeggen over wat er is gebeurd in Kosovo. Wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt en hoe het was om die NAVO-bombardement mee te maken. Female and old people, we never had against them nothing. All the men who have been involved in war crimes will be responsible for that activity. All the others, they are free to stay. Het UCK heeft niet alleen prisrennen in handen, maar lijkt steeds meer dorpen en steden in Kosovo in te nemen. Ook op strategisch belangrijke punten. Zo hebben de strijders een aantal douaneposten aan de grens met Albanië overgenomen. De opmars van het UCK in prisrennen en elders in Kosovo baart het Britse opperbevel van KFOR. Dit zijn Britse KFOR-troepen die vandaag het noorden introkken. Zij moeten de vrede brengen in Kosovo. Milosevic heeft dit vredesakkoord een overwinning genoemd, maar dat gaat er bij het Joegoslavische leger niet in. Maar ook de terugtrekkende Serviërs zijn zelf het doelwit van wraakacties. Het Kosovo-bevrijdingsleger UCK... ...voor hun vertrek vernielingen aanrichten en op grote schaal brand stichten. In het zuiden van Kosovo sporen gevonden van een massaslachting. Ze troffen 20 verbrande lichamen aan, vermoedelijk van Kosovo-Albanese. De KFOR-militairen waren getipt door leden van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK. De lijken zijn gevonden in het dorp Velika Kruza aan de weg van Prizren naar Orahovac. Daar is het Nederlandse bataljon Gele Rijders gelegerd. Die vallen onder Duits commando. In dit huis werden de lichamen aangetroffen. De militairen bewaken de plaats en wachten daarop de komst van medewerkers van het Joegoslavië-tribunaal. Overal in Kosovo dezelfde beelden van het Servisch leger dat zich massaal terugtrekt. Militairen die hun frustraties over het gedwongen vertrek niet onder controle hebben, tot op het laatste moment een spoor van vernielingen achterlatend. Op het platteland in centraal Kosovo durven steeds meer vluchtelingen voorzichtig uit hun schuilplaatsen te komen. Vele van hen zijn 3 maanden geleden, bij het begin van de etnische zuiveringen, de bergen en bossen ingevlucht. Ze kunnen nauwelijks geloven dat de NAVO ook hen komt bevrijden. Do you know that NATO is there? Do you know NATO is in the country? Do you know that? No, it's not. NATO is in the country. It's not in my country. Many soldiers. Many, many soldiers. I don't understand. Yes, there are many soldiers from NATO in the country, in Pristina. Yes, yes, in Pristina they are, but they are not in my village. They're coming. They're coming. I hope, but where? But the life is finished for me. It's finished. For my father, it's finished. For my brother, for everybody. May I go? Yes, thank you very much. Zo'n 30 kilometer buiten Pristina hebben we ze al gezien. Albanese vluchtelingen die terugkeren naar huis. Een huis dat er nog blijkt te staan.
I want to go also one because we are scared. I can't say we are scared, but I'm happy when I stay here and I wait this day for us is big day for us is freedom. De grensovergang bij Blatje, Macedonië. Honderden Kosovaren die de afgelopen maanden hun dorp of stad ontvluchten, besluiten terug te gaan. Nu KFOR Kosovo is binnengetrokken, willen ze niet langer wachten. Ondanks de waarschuwingen van hulporganisaties dat het nog niet veilig genoeg is om terug te gaan. Maar dat willen ze niet geloven. Nee, ik heb geen angst. Nee? Nee, we zeggen dat de troepen zijn NATO zijn hier en bij ons in Vitina. En niks zoveel risico. De UNHCR schat dat er alleen vandaag al zo'n 1500 tot 2000 vluchtelingen hier de grens passeerden. De VN-vluchtelingenorganisatie deelt krantjes uit. In het Albanees worden de Kosovaren opgeroepen terug te keren naar hun vluchtelingenkamp. Tevergeefs. De spontane terugkeer plaatst de VN-vluchtelingenorganisatie voor grote problemen. En KLA en NATO, they both say the same thing. They should not come now. So everyone is giving that good piece of advice. But, you know, too many people are still impatient and that's why we have this situation. Maar hulporganisaties kunnen de Kosovaren niet langer tegenhouden. Maar die vrijheid voor de Albanese luidt tegelijkertijd een onzekere toekomst in voor de Servische inwoners van Kosovo. In Pristina zullen terugkerende Albanese naast KFOR nog een klein restant van het Joegoslavische leger aantreffen. Sommigen gefrustreerd over hun aanstaande aftocht, maar de meeste heel rustig. De terugtrekking van het Joegoslavische leger lijkt een overwinningszegen. Maar langs dezezelfde weg blijkt het tegendeel. Deze familie is wanhopig. Ze stuurt hun kinderen vandaag naar een veilige plek. De God znaj, de God des, de God znaj, ja ostaj. Nie ma tu stawić się do przyczyny. Dejsta. Pa kako zbog čega bre? Pa da ne vidite već koje korak, koje ne vidite. Da pušti Prag, evo ta sliđu ubili čovjeka će mi zašli, šta? Ja treba sad izađem da mu ubijem tu, nemojte bre. Dit is Kosovo Polje, een hoofdzakelijk Servisch dorp ten zuidwesten van Pristina. Vandaag trokken hier lange kolonnes Joegoslavische tanks voorbij. Ook de zogenaamde Frankies, paramilitairen die de grootste misdaden op hun geweten zouden hebben. Bij de Servische bevolking veroorzaakt de uitocht van het leger grote angst. Ама не могу ја то да кажем да није дел Србије Косово. Дел Србије. Дел Србије је, али ја знаш шта кошта је. Као сад да ја вас оставим овде, у моју кућу, и кажем, не може да се кирате, то је моје. А ја сам отиш, а други вас истерао. То је то. Јер ви више, ја сам се оцелио, например, за Србију. Оставио сам вас ту. По документацији моје ово. Moje je ovo po dokumentaciji, jer ja imam dokumentaciju, završio sam to, napravio sam moje. Ali, kako ti ja garantujem da je to moje? Čime ja potvrđujem da je to moje? Nije to moje, jer ja sam otišao, a ostavio sam tebe tu. Twintigduizend Servische militairen zouden Kosovo al hebben verlaten. Dat is bijna de helft van het totaal. Maar vanuit een groot aantal plaatsen komen berichten dat die militairen voor... Inmiddels zijn twee onderzoekers van de Verenigde Naties begonnen het massagraf in Kachanik te onderzoeken. Dat werd gisteren door Britse troepen blootgelegd en bevat meer dan 80 lichamen. Als gisteren ontdekten KFOR-militairen ook vandaag weer massagraven. Het zijn voornamelijk mannen die worden gevonden. Bij veel mannen is de keel doorgesneden.
Prizren, de tweede stad van Kosovo, lijkt al volledig in handen van het Kosovo-bevrijdingsleger. De Albanese, waarvan we er 2 maanden geleden tijdens ons enige eerdere bezoek aan Kosovo maar een handvol zagen, waren vanochtend massaal uitgelopen om de strijders in te halen als bevrijders. Onder het toeziend oog van KFOR-militairen waren de UCK-wapens duidelijk zichtbaar, hoewel de afspraak was dat ze die in zouden leveren. De strijders zeggen dat Serviërs met een schoon geweten niets te vrezen hebben van het guerrilla-leger. All the men who have been involved in war crimes will be responsible for that activity. All others, they are free to stay. Het UCK heeft inmiddels stelling genomen op strategische plekken zoals het vliegveld en de toegangswegen. Volgens KFOR zijn er al honderden UCK'ers in de stad en duizenden in de omliggende dorpen. In Pristina heeft het UCK een hoofdkwartier dat scherp in de gaten wordt gehouden door een Britse panzereenheid. De Albanese verboden ons om het gebouw te filmen. De strijders hebben zich hier nog niet duidelijk gemanifesteerd, maar de verwachting is dat dat binnenkort zal gebeuren na de definitieve terugtrekking van het Joegoslavische leger. Steeds meer Servische burgers slaan bij voorbaat op de vlucht nu ze zien dat hun leger inderdaad met vrachtwagens tegelijk de provincie verlaat. De afspraak is dat alle Servische troepen Pristina om 10 uur vanavond verlaten moeten hebben met een kleine speling tot 12 uur vannacht. Wanneer ze zich aan dat schema houden is morgen de nachtmerrie voor de Albanese hier voorbij. Maar de Albanese vrijheidsdroom zal blijven bestaan. Aan KFOR en de internationale diplomatie de moeilijke taak om te voorkomen dat dat tot nieuwe nachtmerries leidt. En volgens een Engelse KFOR-commandant zullen de Servische soldaten zich verplicht aan de afspraken houden, net als de gevreesde politie. Yes, the MUP will be even more anxious than the VJ to get out of Pristina. They have considerably more to fear from the UCK. De slag die de NAVO aan de Joegoslavische legereenheden in Pristina heeft toegebracht, is duidelijk te zien. Hun barakken en ook een aantal voertuigen zijn met grote precisie kapot gebombardeerd. Een paar honderd meter verderop liggen de omgekomen Servische soldaten die uit Pristina zelf kwamen. Een cameraploeg stuitte in de heuvels in het zuidwesten van Kosovo op een stroom van ongeveer 1000 uitgehongerde vluchtelingen. Ze waren na maanden in de bergen te hebben gebivakkeerd op weg naar huis. De meeste van hen wisten niet dat de NAVO inmiddels in een groot deel van Kosovo posities heeft ingenomen. In het vernielde dorp Velika Krusa werden de Nederlandse militairen geattendeerd op de restanten van een huis waar ze de verbrande lichamen aantroffen. Onduidelijk is of de mensen door verbranding om het leven zijn gekomen of dat ze al eerder waren gedood en de moordenaars hebben geprobeerd de sporen van hun misdaad uit te wissen. Omdat de gele rijders onder een Duits commando vallen, stond een Duitse militair de pers te woord. The dogs has eaten the people, the burned people. And there are these skeletons are not one at once. Yeah, they leg there and head there, and you see the torso there over there, and it's a horror, just a horror. KFOR zou een lijst hebben met de namen van de vermoedelijke slachtoffers. Apache is een naam, Robert. Epash. A gjithet emra familjes të njëmë? Emra, ja familjes të njëmë, po miqve të njëmë, vlasnë dhe të gruës. Dames en heren, vorige week heeft de NAVO overeenstemming bereikt met de Joegoslavische regering in het overleg om een oplossing te vinden in het conflict rond Kosovo. Dit heeft geleid
tot een beëindiging van de NAVO-bombardementen. Aan de luchtoorlog heeft de Koninklijke Luchtmacht een belangrijke bijdrage geleverd. Een bijdrage die alom respect afdwingt. En via deze live-uitzending wil ik mij graag rechtstreeks tot u allen wenden om mijn waardering en mijn erkentelijkheid uit te spreken voor de langdurige inspanning die u allen heeft geleverd. Vanochtend 12 uur, het hoofdkwartier van de luchtmacht in Den Haag. Opperbevelhebber Drosten bedankt alle luchtmachtmedewerkers voor hun inzet tijdens de oorlog in Kosovo. De F-16 vliegers zelf zijn niet aanwezig. Zij bleven op de vliegbasis in Leeuwarden en Twente en volgden daar de toespraak. Een aantal andere piloten deden dat vanaf vliegbasis Amendola in Italië. Want ondanks dat de oorlog is afgelopen, vliegen er nog steeds Nederlandse F-16's boven Kosovo. Nog steeds is er sprake van vluchten van Nederlandse F-16's. Op dit moment vliegen F-16's een patrouilleerde lucht. En als nodig is, kunnen ze ingrijpen als er assistentie op de grond nodig is. Ja, is dat de enige taak die de F-16's op dit moment nog uitvoeren? Patrouille is de hoofdtaak, maar daar horen ook verkenningen bij. Dat zijn de taken die we uitvoeren. Hoe groot was het aandeel van de Nederlandse F-16's eigenlijk tijdens die NAVO-operatie? Flinke aandeel. We hebben meer dan 1250 sorties uitgevoerd. En daarvan een groot aantal daarvan betrof ook bombardementsvluchten. Ja. Maar ook luchtverdediging in de lucht. Groot aandeel. Daar zijn we trots op. 1250 vluchten in 78 dagen. Met 20 F-16's leverde Nederland het grootste aantal vliegtuigen van alle kleine NAVO-landen. Een hele prestatie, zegt generaal Drosten. De risico's die erbij worden genomen door de bemanningen. Dat zijn niet te onderschatten risico's. Er zijn honderden raketten afgevuurd door de Serven op NATO-vliegtuigen. En ook tot en met de laatste nacht op de vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. En dan natuurlijk het bewustzijn bij onze vliegers. Dat zij zo min mogelijk schade mogen aanbrokkenen op doelen. Ja, op de doelen zelf wel, maar natuurlijk niet alles wat er omheen zit. Ja, dat levert een enorme spanning op. Ja, want zijn er burgerslachtoffers gevallen door Nederlandse F-16's? Er zijn burgerslachtoffers gevallen in Servië en in Kosovo, zoals wij weten. Nederlandse F-16's hebben hun bijdrage geleverd aan de precisiebombardementen. We hebben daar een buitengewoon goede reputatie in. Maar ook ik kan niet uitsluiten dat als gevolg van bombardementen, ook uitgevoerd door Nederlandse F-16's, er burgerslachtoffers zijn gevallen. Vanaf de eerste dag dat Nederlandse F-16's boven Servië en Kosovo vliegen, barst in ons land de discussie los over het nut en de noodzaak van de bombardementen. Ook nu, na afloop van de oorlog, is die kritiek niet verstomd. Een pyrrhusoverwinning noemen sommigen de triomf van de NAVO. De bombardementen zouden geen invloed hebben gehad op het verloop van het conflict in Kosovo. Ik deel die mening absoluut niet. Integendeel. Er was geen alternatief voor de inzet van luchtstrijdkrachten. Er was ook geen alternatief voor de inzet van de Koninklijke Luchtmacht zoals wij dat gezien hebben. En als ik nu in de kranten kijk, als ik televisie volg en ik zie hele blije vluchtelingen terugkeren, dan heb ik geloof in dat we uiteindelijk meewerken aan een veilige wereld in de Balkan. Ik ben ook van overtuigd dat de Serven die nou vertrekken, en wij betreuren dat, want het is de intentie van NATO ook om hun bescherming. Ik ben ervan overtuigd dat de NATO erin zal slagen en dat die Serven dan ook alweer zullen terugkomen. In die zin absoluut geen pyrrhusoverwinning. De aandacht die wij nu, het Westen, Europa, de rest van de wereld zou je kunnen zeggen, focust op de Balkan, is van veel structurelere aard dan daarvoor. En dat geeft mij veel vertrouwen erin dat we uiteindelijk hebben bijgedragen aan een betere wereld voor de Kosovaren. I don't have work. I don't know to speak right English. But this is what happened. It's terrible. I have their family, brothers, father, everybody. I don't know who they are or not. You understand? Because I don't know to speak right. You understand? Yes. Terrible. The war is terrible. This is terrible. Where have all the people gone? Everywhere. Everywhere. Do you think now that NATO are here, you can go back home again? I can understand. Do you think you can go home now again because NATO is... Do you know that NATO is here?
Do you know NATO is in the country? Do you know that? No, it's not. NATO is in the country. It's not in my many country. Many soldiers. Many, many soldiers. I don't understand. Yes, there are many soldiers from NATO in the country, in Pristina. Yes, yes, in Pristina they are, but they are not in my village. They're coming. They're coming. I hope, but where? But the life is finished for me. It's finished. For my father, it's finished. For my brother, for everybody. May I go? Yes, thank you very much. Die drang om terug naar huis te gaan is zo groot dat de meeste vluchtelingen de waarschuwingen van zowel KFOR als de vluchtelingenorganisatie UNHCR in de wind slaan. UNHCR is extremely concerned about this because the situation is not safe at all in Kosovo. NATO is still deploying troops. They're trying to find out whether the areas are safe or not. There are a lot of mines everywhere, and UNHCR is only just setting up their offices, and we cannot give protection at the moment to these refugees that are returning now. We're warning them, but that's all we can do. We cannot stand there and stop them because they really want to go home, but it's very, very, very unsafe. Inmiddels zijn al vele duizenden vanuit Macedonië de grens met Kosovo overgestoken. Omdat de hoofdwegen vaak verstopt zijn geraakt met militaire transporten, nemen veel Kosovaren alternatieve routes. En het zijn juist die routes die vol liggen met mijnen en booby traps. Maar dat zal de Kosovaarse vluchtelingen een zorg zijn. Zij keren met duizenden tegelijk terug vanuit Albanië en Macedonië naar Kosovo. Op dezelfde tractoren waarmee ze de afgelopen maanden de Servische terreur zijn ontvlucht. Margreet KFOR blijft benadrukken dat de situatie in Kosovo nog steeds niet veilig is voor terugkerende vluchtelingen. Toch blijven de mensen toestromen bij de grens. Is die situatie wel in de hand te houden? Nou, eigenlijk sinds vandaag niet meer. Want wat je vandaag inderdaad zag was een enorme toestroom van vluchtelingen. UNHCR schatte dat het er zo'n 1500 tot 2000 waren vandaag. Alleen in Blatje. Er zijn natuurlijk meer grensovergangen. Nou, die VN-vluchtelingenorganisatie waarschuwt mensen echt om niet te gaan. Er worden zelfs bij de grens krantjes uitgedeeld waarin in het Albanees staat dat ze beter terug kunnen gaan naar hun vluchtelingenkamp of naar het gezin waar ze de afgelopen weken, maanden zijn opgevangen. Omdat de situatie in Kosovo nog niet veilig is. Maar ja, mensen willen heel erg graag en zeggen liever in een tent thuis dan hier en ze gaan gewoon. Dan was jij vandaag ook, hebben we het gezien, in Velika Kruša, in het huis waar de gele rijders de verbrande lichamen vonden. Dat moet gruwelijk geweest zijn. Ja, dat was inderdaad een afschuwelijk gezicht. Het ging om zo'n 20 mensen, hebben wij begrepen, die eerst zijn neergeschoten en toen zijn de lijken verbrand. Dat massagraf dat is gevonden op aanwijzing van het UCK in die regio. En dat UCK zegt bovendien dat er meer van dat soort massagraven zijn in dat gebied. Ze weten er zelfs twee vrij precies aan te wijzen. En dan zou het gaan om een massagraf waar de lijken van kinderen in liggen. En om een graf waarin oude mannen liggen. Nou, die zijn nog niet gevonden. Maar als het inderdaad zo is, dan valt te verwachten dat dat niet al te lang meer zal duren. Heb jij overigens kunnen vaststellen wat de rol is van het UCK in dat gebied bij Prizren? Nee, dat kan je. Het is in ieder geval een feit dat het UCK hier enorm populair is. Je hoorde misschien net even wat knallen. Nou, dat is vreugdevuur omdat vandaag hier het UCK wordt binnengehaald. Het is hier een waar volksfeest. Je kunt wel zien dat het UCK hier de laatste tijd veel heeft gedaan. De stad heeft zoveel mogelijk beschermd. Nou, op de achtergrond opnieuw een bewijs van het enorme feest dat hier gaande is in Prizren. Het UCK wordt binnengehaald. Ik zei het al, je kunt zien dat ze een belangrijke rol hebben gespeeld. Wat precies is op dit moment nog niet duidelijk. En nu zijn ze heer en meester? Nu zijn ze heer en meester. Ondertussen is natuurlijk ook KFOR hier gearriveerd. Nederlandse en Duitse militairen. Ja, tot nog toe moet je zeggen dat de samenwerking, voor zover je daarvan kunt spreken, goed is. Dat de UCK in deze regio in ieder geval nog geen problemen heeft opgeleverd. Overigens is het ook zo dat ze ook hun wapens nog niet hebben ingeleverd zoals afgesproken. Want vrijwel ieder lid van het UCK dat je hier zit is nog vrij zwaar bewapend. En dat konden we ook horen. Dankjewel, Margriet Brandsma in Prizren. De allerlaatste Joegoslavische troepen vertrekken uit het zuiden van Kosovo. Hun uittocht heeft vertraging opgelopen door verstopte wegen en pech aan de voertuigen. Toch is KFOR niet ontevreden.
28,000 FOI forces who have departed Kosovo altogether, and now the southern portion is virtually clear. We're moving to zone 2, which is central Kosovo, and zone 3. So by Sunday midnight, all FOI forces are expected to be out of country. Maar wat de Joegoslavische aftocht ook hindert, is de angst voor het Kosovo bevrijdingsleger UCK. Dat wil pas zijn zware wapens inleveren als de Russische troepen onder het commando komen van KFOR. Onder meer vanaf het busstation van Pristina gaat de exodus van Servische burgers door. Zij vinden dat ze geen andere keus hebben. Zoals de inwoners van het kloosterstadje Krasanica. Idemo, zapošljavamo u Kosovo i ovo je naše, mislim, od vekova i ovdje ostajemo, nećemo nikuda da odemo. Sali smo mi sirotinje ovdje, pa će mi da nas sadamo, a otišli su oni koji su to činili, te zločine, pa sad oni su izbjegli tamo, a stavili nas ovdje na milost i nemilost nekog. E to sam ogorčen i ljud sam. A nisam prestrašen, nego ljud sam i ogorčen na rukovodstvo. Het Joegoslavië tribunaal krijgt de hulp van 200 tot 300 deskundigen om de massagraven in Kosovo te onderzoeken. Ook Nederland stuurt een team forensische deskundigen. Het ziet er naar uit dat het tribunaal alle hulp hard nodig zal hebben. In de afgelopen 24 uur zijn op tenminste 5 plaatsen nieuwe massagraven ontdekt. In het Drenica-gebied, niet ver van Pristina, hebben Servische troepen juist na het tekenen van het vredesakkoord nog vreselijk huis gehouden. Dat zegt deze soldaat van het UCK. Hij wijst de cameraploeg waar de lijken zich in het dorp bevinden. In 4 putten liggen er lijken en er zijn ook haastig gedolven graven. Kamut, gro, pleç, fëmi, holla, 70, 80, 90, ku i ka gjetë në përshtepi, ku i ka gjetë smund, paralizum, ka shkatruve, ka vroj, gjdo gjon, edhe i ka vendos në përbunor, ku është edhe ujtë e pijes në për familje që pijes. Verderop, ook in het Drenica-gebied, wordt een volgende begraafplaats gevonden en mogelijke bewijsstukken zoals deze. Het Joegoslavië-tribunaal heeft een paar mensen vooruitgestuurd naar Kosovo, maar het echte onderzoekswerk door forensisch experts moet nog beginnen. Door tijdverlies kan het bewijsmateriaal verloren gaan. Of course, some of the evidence will have been damaged. It will have been damaged by some of the Serbs as they have left, and we obviously need to protect it carefully as the refugees come back. But we will be able to learn a great deal. I mean, obviously, this is a job for very skilled pathologists and forensic experts. I'm sure we're going to find a lot of information which will be of extreme value to the court and which will be able to help them to determine precisely what happened. Ik heb hier met de commandant van het UCK besproken dat ze die zware wapens toch niet nodig hebben, want uiteindelijk is het Servische leger weg. En zij zijn ermee akkoord gegaan om die zware wapens op te slaan, centraal. En zodat wij die tenminste een aantal keren per week kunnen controleren. En op die manier voorkomen dat die toch weer gebruikt gaan worden. In hoeverre heeft een commandant van het UCK... al zijn UCK's, als ik het zo mag zeggen, onder controle? Nou, of hij ze allemaal, of hij ze echt allemaal onder controle heeft, is moeilijk te zeggen. Wat ik vandaag heb gezien, met name ook in de stad, is dat de UCK vrij goed gecontroleerd blijkt te zijn. Ze krijgen opdrachten om naar bepaalde kazernes te gaan, dat doen ze dan ook. Ze krijgen opdrachten in bepaalde gebieden van de stad weg te blijven, in de Servische woonwijken bijvoorbeeld, en dat doen ze dan ook. Dus ik heb het gevoel dat deze brigadecommandant zijn troepen best redelijk onder controle heeft. Een UCK-woordvoerder vanmiddag die zei het op dit moment onredelijk te vinden om te ontwapenen. Ja, ontwapenen denk ik inderdaad dat op dit moment ook een moeilijke stap is. Wat zij doen is hun persoonlijke wapens, dus hun pistolen en hun kalasjnikovs bij zich houden. Maar hun zware wapens centraal opslaan,
zodat wij in ieder geval controle hebben over het gebruik daarvan. Een van de dingen waarover u een akkoord bereikt zou hebben, tenminste waarover u gesproken zou hebben, is dat er dus een gemengd Servisch-Albanees stadsbestuur komt in Orahovac. Maar zijn er nog wel Servische burgers die er wel willen wonen? De stad Orahovac heeft op dit moment zo'n 3000 Servische inwoners en zo'n 6000 Albanezen. Dan moeten natuurlijk nog een heleboel Albanese vluchtelingen terugkeren in de stad. En op dit moment is het zo dat eigenlijk de stemming is van de Serven, nou, als NATO onze veiligheid blijkbaar kan garanderen, en ze dus blijkbaar ook bereid zijn naar ons te luisteren en met ons te praten, dan zijn er een heleboel die best willen blijven. Ik hoorde dat de burgemeester vandaag nog niet eens zijn huis uit durfde te komen, en dat is dan een Serviër, nam ik aan. Nou ja, de burgemeester voelt zich niet echt veilig, ook die blijft natuurlijk bang, dat verbaast me ook niet zo erg. Maar we moeten proberen dat in de komende weken zodanig terug te brengen tot normaliteit. Overigens kan ik u ook zeggen dat we vandaag in de stad, nadat wij er waren, ook met name ook weer een heleboel Serviërs die gewoon voor hun huis in op stoeltjes zaten en ook wel eens op straat durven te komen. En misschien wel een aardig feitje, we hebben één Servisch echtpaar gehad, waarvan de man vanmiddag bij het UCK zijn wapens is komen inleveren en heeft geroepen van oké, ik geloof best dat jullie ons geen kwaad doen en ik wil dat ook wel aantonen. Ja, dat zijn toch heel andere berichten als die we bijvoorbeeld gisteren nog hoorden van vooral angstige Serviërs. Ja, er bestaat geen enkel twijfel over, ze zijn nog steeds erg bang, maar ze hebben er toch ook weer een klein beetje hoop op gekregen. U gaat ook patrouilles, sociale patrouilles las ik uitvoeren, die inhouden van mensen, Serviërs, vooral dan blijf hier wonen. Ja. Wij proberen vandaag al ook patrouilles te voet te doen. En op die manier ook de Servische bevolking laten kijken van kijk, de NATO komt regelmatig bij jullie langs. Wij patrouilleren in de stad, we zijn overal aanwezig. U kunt ook hier blijven. En op dit moment is overigens het vluchten voor de Servische bevolking ontzettend gevaarlijk. Door het gebied wat eigenlijk nooit niemand eigenlijk dit beheerst wordt. En dat is echt uiterst gevaarlijk. Hoe ging dat, die patrouilles die vanmiddag begonnen zijn? Ik heb nog geen meldingen van de patrouilles. Die zijn nog niet terug. Tot nu toe zijn er geen bijzonderheden. Nee, met wat voor instructies zijn uw mannen vertrokken? En vrouwen, moet ik ook zeggen. Mijn mannen zijn natuurlijk vertrokken met instructies van vooral geen risico's aangaan. Dit is de eerste keer dat we patrouilles te voet doen. Ze moeten kijken hoe ver ze kunnen komen en als het wat voor manier dan ook te gevaarlijk wordt, dan moet de betreffende pelotonscommandant met zijn groep terugkeren. En dan nog een bericht over een eerdere Balkanoorlog. In Bosnië, 90 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sarajevo, is een massagraf gevonden met daarin de lichamen van 55 moslims. Waarschijnlijk zijn zij in 1992 om het leven gebracht door de Bosnische Serviërs. Esther, zijn de afgelopen 24 uur diverse schietpartijen in Pristina geweest. Hoe is de situatie nu? De situatie was de afgelopen dagen in Pristina natuurlijk heel erg gespannen, maar dat wordt steeds minder. Het Joegoslavische leger heeft zich gisteren helemaal teruggetrokken uit deze regio. En je merkt dus dat de Albanese heel erg opgelucht zijn, dat ze op zoek gaan naar vrienden om daar weer mee te praten of ervaringen over de afgelopen tijd uit te wisselen. Ik sprak bijvoorbeeld vanmiddag hier in Pristina met een Albanese jongen. Die mij deze groene kaart liet zien. En hij zei, tijdens de bombardementen kregen alle Albanese zo'n kaart met erop alle persoonsgegevens. En toen wij dus op de kaart stonden te wachten, werden we heel erg vernederd door alle Servische inwoners. En nu zei hij, is het de beurt aan de Serviërs. Wij hebben hier ook samengewerkt met de Servische ploeg. Zij zijn vanochtend vertrokken en je zag dus bij hen de angst in de ogen en bij de Albanese de opluchting. En omdat de meeste Serviërs hier dus nu dus weg zijn, bepaalt de aanwezigheid en de vreugde van de Albanese hier de sfeer. Nou, de rest van Kosovo zijn natuurlijk ook heel veel Serviërs weggetrokken. De Servische Orthodoxe Kerk heeft een oproep gedaan aan de Serviërs om vooral te blijven, omdat Kosovo natuurlijk de heilige grond is. Maar zelfs de bisschop van Prizren houdt het voor gezien
En heeft vandaag aangegeven dat ook hij vertrekt. En dat hij pas terugkomt als de KFOR hem weer veiligheid kan schenken, zo zei hij. Ja, in de plaats Orahovac hebben Nederlandse troepen min of meer een akkoord bereikt met het UCK, het bevrijdingsleger. Hoe is de situatie bij jullie? Nou, iets dergelijks is hier in de buurt van Pristina nog niet getekend, of zo'n akkoord is er nog niet bereikt. En het is ook dat het is zo dat in elke regio van Kosovo aparte afspraken moeten worden gemaakt. In elke regio moet de KFOR-commandant praten met de UCK-commandant ter plekke over de ontwapening. En het kan dus zo zijn dat in de toekomst UCK in bepaalde gebieden van Kosovo zwaarder bewapend is dan in de andere gebieden van Kosovo. KFOR gaf vanmiddag aan dat zij zo voorzichtig mogelijk met die ontwapening wil omgaan om hier de stabiliteit in Kosovo te bewaren. Maar voor elke regio moet er dus zo'n apart akkoord worden getekend en moeten er aparte afspraken worden gemaakt. Dus dat akkoord wat vanmiddag in Orahovac is getekend of vandaag is getekend, dat geldt dus niet voor zomaar vanzelfsprekend voor heel Kosovo. Nou, er zijn berichten van dorpen in de buurt van Pristina waar weer zo'n 100 lichamen zouden zijn gevonden in vier putten in dat dorpje. En ook zijn er berichten van lijken van kinderen die zouden zijn gevonden, daarvan één met een kogel in hun hoofd. Dus het is te verwachten dat dit soort meldingen de komende tijd natuurlijk vaker zullen worden gedaan. Maar tegelijkertijd werd hier vandaag ook weer gewaarschuwd door de KFOR voor nieuwe drama's en dat zijn de mijnen. Er zijn vandaag weer vier dodelijke slachtoffers gevallen, vluchtelingen die terugkeerden en die op mijnen stapten. En weer werd de oproep gedaan om pas terug te keren wanneer de KFOR zoveel mogelijk de veiligheid kan garanderen. Dus dat worden de drama's voor de komende tijd, de mijnen. Als ware bevrijders worden ze binnengehaald, de grondtroepen van de NAVO. Beelden die nog elke dag op de televisie verschijnen. Nederlandse F-16 piloten nemen geen deel aan deze zegentocht. En dat ondanks de grote bijdrage die ze leverden aan de bevrijding van Kosovo. Maar zo is het nou helemaal. Wij hebben onze tevredenheid krijgen wij door het aanschouwen van die beelden. En wij gunnen dat graag aan onze goede collega's van de Koninklijke Landmacht om die hoera's in ontvangst te nemen. Geen spoortje van jaloezie misschien, dat u zegt van nou... Nee hoor, ik was heel blij toen na 78 dagen we konden afkondigen dat de bombardementen waren beëindigd. En ieder in de Koninklijke Luchtmacht, we hebben vandaag dat nog eens met die uitzending bevestigd, heeft gewoon zijn aandeel gehad en weet wat dat betekend heeft. We hebben niks extra's nodig. России сектор они давать не хотят. Тогда я предупредил. Сразу сейчас обратным ходом сообщите, что доложил президенту. Президент категорически не согласен. Een Russisch bevoorradingskonvooi dat hier vertrekkende Serviërs passeert, heeft het vliegveld van Pristina en de 200 Russische militairen daar bereikt. Over de rol van Moskou in Kosovo overleggen de Amerikaanse en Russische ministers van Defensie in Helsinki. De Russische minister van Defensie Sergejev en zijn Amerikaanse collega Cohen gingen voor de tweede dag in conclaaf over de rol van de Russische troepen in Kosovo. Vlak voor dit gesprek had president Yeltsin zijn minister van Defensie opdracht gegeven om voet bij stuk te houden. De Russen spelen een merkwaardige rol in de Kosovo-crisis. De Russische onderhandelaars die in Helsinki spreken over de Russische deelname aan KFOR hebben vanmiddag nog eens duidelijk gemaakt dat de Russische troepen beslist niet onder NAVO-commando zullen komen. Maar ondertussen bereiden Russische paratroopers zich al voor op hun inzet in Kosovo. Een aantal vliegtuigen met deze troepen aan boord zouden al onderweg zijn geweest naar Kosovo, maar Hongarije weigerde doorgang door haar luchtruim. De manschappen van de 106e divisie maken zich al weken op voor vertrek naar Kosovo. Dit bataljon is gelegerd bij Rezan, 200 kilometer ten zuiden van Moskou. Het is een van de vier bataljons die de internationale vredesmacht KFOR moeten versterken. De eenheid is klaar voor vertrek.
Maar de onduidelijkheid over de rol van de Russen in de internationale vredesmacht zorgt voor vertraging. De luchtlandingstroepen hebben geen toestemming om over het luchtruim van Hongarije, Roemenië en Bulgarije te vliegen. En dus hangen de soldaten op de basis rond, in afwachting van een politieke oplossing. De stemming heeft er ondanks de verveling en de hitte nog niet onder geleden. Мир восстановить хотим, вот все. Чтобы там мир был, чтобы все люди жили счастливо и все нормально. Bij het herstellen van de vrede kunnen voornamelijk de Serviërs rekenen op de sympathie van de Russische soldaten. Пускай едут, надо помогать своим славянам, помогать нашим братьям. Вот так вот. Пускай едут, я думаю, никто не против. Правильно. Вот молодое поколение поддерживает. С удовольствием охота съездить туда, посмотреть, как там иностранцы будут тебя показывать, с какой стороны, хорошо ли или нет. Ну, если по нам будут стрелять, то, конечно, будем, наверное, отпор давать. Не дадим себя в обиду. Постараемся не уронить своей чести российской. Показать, на что способны ВДВ. In het vaandel van de 106e divisie staat de leus. Geen bevel is onuitvoerbaar. De soldaten moeten een zware training doorstaan. Bij sommige onderdelen van de oefening gaat het er zelfs erg hard aan toe. Alle soldaten van de eenheid moeten 9 gevechten doorstaan voordat ze er echt bij horen. Наших ребят отправляют в Косово. Мне кажется, это опять зря потраченные жизни, как в предыдущих войнах в Афганистане, в Чечне. Конечно, это справедливо помогать нашим родичам. Они все-таки наши братья по происхождению. Но мне кажется, мы не должны посылать туда своих солдат, потому что это наши люди, наши парни, которые могут там умереть и не вернуться. Ну вот сейчас я собираюсь на данный момент своей девушке съездить, попрощаться с ней, потому что не сегодня, завтра меня могут забрать уже. Так что вот охота в последнее время побыть со своей любимой девушкой. De militaire deelname aan de vredesmacht kost de Russen tenminste 100 miljoen gulden op jaarbasis. Het geld heeft Rusland niet, maar wel een eergevoel dat koste wat het kost moet worden verdedigd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright voegde zich vandaag bij de onderhandelingsdelegatie in de Finse hoofdstad. Ze herhaalde dat de NAVO weigert om Rusland een eigen sector te geven. We are in the midst of discussing all this. We have made quite clear that there would not be a separate Russian sector. And we are working on ways to integrate the Russians into the whole process. But we're in the middle of it and I'm not going to comment anymore. Haar Russische collega Ivanov ging ervan uit dat er toch een oplossing gevonden zou worden. We gaan deze переговоры сегодня. И надеемся, что если будет политическая воля проявлена с обеих сторон, то договоренности вполне реальны. Maar nu er geen akkoord is, blijft het vliegveld van Pristina voorlopig het enige terrein in Kosovo waar de Russen wel de dienst uitmaken. De onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Russen zijn vastgelopen of geschorst. Daarover praten we met correspondent Peter Damkoor in Moskou. Peter, de Russen zijn weggelopen. Hoe moeten we dat zien? Is het een spelletje bluffpoker?
Nou, de Russische delegatie zit nu op de Russische ambassade in Helsinki in afwachting van orders van Moskou. Eén ding is duidelijk, Yeltsin is op oorlogspad. Waar gaat het om? Eigenlijk om gezichtsverlies voor Yeltsin zelf. Hij moet het komend weekende naar de G8 topontmoeting in Keulen. De topontmoeting van wereldleiders. En hij wil daar die wereldleiders recht in de ogen kunnen kijken en gelijk zijn. En dat kan volgens Yeltsin alleen maar als hij ze gelijk kan halen in Kosovo. Daarom toen gisteravond de berichten kwamen uit Helsinki, dat alles eigenlijk wel een beetje vlotjes verliep. En dat de delegatie over alle punten min of meer overeenstemming had bereikt. En Sergejev vanmorgen daarover Yeltsin informeerde in Moskou, is Yeltsin in woede ontstoken, want het bleek dat Rusland op alle punten bijna had toegegeven. En Yeltsin heeft zijn maarschalk Sergejev opdracht gegeven terug te gaan naar de onderhandelingstafel en zijn poot stijf te houden, in elk geval op het punt van de eigen sector voor Rusland. Ja, dat is misschien makkelijk gezegd, moet zijn poot stijf houden, maar is Rusland wel in staat om een eigen sector af te dwingen? Nou, op het eerste gezicht zou je zeggen van niet. Maar er zitten daar tenslotte die 200 man op dat vliegveld van Pristina. Die kunnen die hele vredesoperatie ernstig frustreren. Er is nog een andere mogelijkheid waar Yeltsin al een paar keer op gehint heeft. Namelijk op een rechtstreeks overeenkomst sluiten met Milosevic, met Belgrado. Want de VN-resolutie sluit dat niet uit. Dus dat er een overeenkomst komt tussen Belgrado en Moskou voor het sturen van troepen naar Kosovo. Dat levert natuurlijk uitermate grote moeilijkheden en frustraties zal dat opleveren. Bovendien, wat Yeltsin ook nog kan doen, is bijvoorbeeld de G8 boycotten straks in Keulen. En dat levert ook weer extra spanningen op voor een gebied waar de spanningen toch al zo hoog zijn. Ja. Ja, het is wel zo dat zowel de Amerikanen als het UCK grote twijfels hebben over de betrouwbaarheid van de Russen als vredebewaarders. Is dat terecht? Ja, ik denk het wel. Als je hierna gaat, het begin van de oorlog, hoe de Russen zich hebben opgesteld, pro-Milosevic zou je bijna zeggen. En dat hier ook de ronseling is toen begonnen van honderden, sommigen zeggen duizenden vrijwilligers die naar Kosovo zijn gegaan. Russen die daar hebben gevochten aan de zijde van de Serviërs en daar wellicht ook hebben deelgenomen aan oorlogsmisdaden. Dat heeft natuurlijk het vertrouwen bij de Kosovaren in de Russen niet erg doen toenemen. Aan de andere kant, wil er een succesvolle vredesoperatie zijn, namelijk volgens de uitgangspunten dat Kosovo deel blijft van Joegoslavië en een multirationale provincie, dan heeft men toch de Russen nodig om de Serviërs daar te houden. Ja. Dankjewel, Peter Damkoer. Hoe groot was het aandeel van de Nederlandse F-16's eigenlijk tijdens die NAVO-operatie? Flink aandeel. We hebben meer dan 1250 sorties uitgevoerd. En daarvan een groot aantal daarvan betrof ook bombardementsvluchten. Ja. Maar ook luchtverdediging in de lucht. Ja, groot aandeel. En daar zijn we trots op. Het Albanese leger marcheert intussen gewapend en wel de dorpen en steden binnen. Er wordt amper opgetreden tegen hen. De ontwapening die was afgesproken door de NAVO wordt niet doorgezet. Duitse militairen laten de gewapende UCK's ongemoeid. Er is no shooting. No shooting. No shooting. That positioning, very controlled situation. Dank je. Dank je. Bas, ben die met team door te waarschuwen. Koenen. UCK'er. Sioux Street, Portan Broek, Poplin. Nesër mas nesër, forcat e NATO-s KFOR-i shkon na edhe njerë zvot me pas kësi probleme. The KLA come in full arms today, and the Germans who are in charge of that zone were perfectly happy for that to happen. Now, the agreement is surely that you're going to disarm them. Yes, but that agreement has not yet kicked in. The United Nations Security Council has been very clear that the KLA will demilitarize. Now, the way in which this will be done is still being worked out, mainly at the political level. I think on this occasion you refer to, by that time the BJ and the MUP had withdrawn, so there was no tension raising by doing this. It's a moot point. What I've said to people is use your common sense at the moment until we've got something rather firmer to work on. But you're working also with a population that presumably in many pockets really loves the KLA, and it will be difficult to separate arms KLA from the people. Yes, but let's be clear. At this rather volatile stage, what I'm really interested in is what people do with weapons, not whether they have them or not. It's whether they threaten other people with them. But that is the bottom line. They will not do so, and we will take action if that's the case.
Met ongeveer 1000 mensen per uur stromen de Albanese Kosovaren terug hun land in. Ze negeren de waarschuwingen van KFOR dat het vanwege landmijnen nog veel te gevaarlijk is om terug te keren. Families die erin slagen bij een huis te komen, zoals deze familie die in de buurt van Prizren woont, vinden hun woningen en huisraad vaak verwoest terug. Tegelijkertijd met de intocht van de Albanezen maken Servische burgers dat ze wegkomen. Daarbij worden ze hardhandig uitgezwaaid door de Albanezen. KFOR-generaal Jackson heeft de Serviërs gesmeekt in Kosovo te blijven en geen nieuwe vluchtelingenstroom te creëren. Ik geloof dat de wereld te veel refugees heeft. Ik beg u niet om het nummer te groter te maken. Blijf thuis, we zullen u kijken. Ovaj general isto bi trebao da preduzme. Ako su došli za mir, da bude mir potpunosti za svakoga jednak. Maar het is onzeker of KFOR die bescherming kan bieden. Veel Serviërs hebben het zekere voor het onzekere genomen en sturen kinderen naar het veilige Servië. Naast de angst voor Albanese wraakacties hebben de vluchtende Serviërs ook nog te maken met benzineschaarste. En terwijl er nog geen duidelijkheid is over de Russische KFOR-troepen en de NAVO-KFOR-troepen zich nog volop aan het installeren zijn, slaan de milities van de Kosovaarse onafhankelijkheidsbeweging UÇK hun slag. Ze proberen hun wapens te behouden, nemen wraak op Serviërs en verstevigen hun posities overal in Kosovo. Today is E+7, which is the seventh day after the signing of the military technical agreement, and at midnight last night was the deadline for the removal of all VJ and MUP forces from zone 1. Alle beteiligten Staaten sind sich darin einig, dass für Stabilität und für den Schutz der Menschenrechte Ausgaben notwendig werden. Volgens de laatste berichten komen elk uur 1000 Albanezen terug. Te vroeg, zegt NAVO-generaal Jackson. We have made it very clear to the refugee communities, both in Albania and Macedonia, that please, please wait until you get a green light from the UNHCR, and we will of course instigate that green light. That said, I understand entirely people's desire to get home, whatever. And if that's what they want, I'm not certainly not going to stop them. 3 maanden na het gedwongen vertrek komen ze zingend weer de grens over. Kinderen zingen liedjes over Albanese helden. Sommigen raken bij de grenspassage geëmotioneerd. Stotjes mama meer. Knaalt het voort. Skimmetjes. Ze zijn niet weten maar meer te pakken dan dat. Ohne regel is alle waardoor te zoven. Hij is door. Ik knaalt je niet. Familjen kuke. Ik kom halen op toe. Kur de schil. Jeet. Ja, zo'n te jan neser. Kismet. Dalin van toon. Jom ik knaatsen met Clinton. Met German. Met Krit. Daar steht het in laaja schaion. In de Finse hoofdstad Helsinki waren onder bemiddeling van de Finse president Ahtisaari, de Amerikaanse minister van Defensie Cohen en zijn Russische collega Sergejev het al eens over de commandostructuur en ook over de status van het vliegveld van Pristina. Maar breekpunt bleef de eis van de Russen voor een eigen sector in Kosovo. De Amerikanen zijn daar mordicus tegen. De sporen van de gevechten in de buurt van Podujevo zijn nog vers. Servische troepen zijn nog altijd in de buurt. Komende zondag hoeven ze pas Kosovo te hebben verlaten. De KFOR-troepen willen dan ook kosten wat het kost voorkomen dat Serviërs en Albanese elkaar in haren vliegen. We've moved up against deploy our forces throughout the area so that any attack by either community upon each other can be stopped by our forces. Het Kosovo-bevrijdingsleger UÇK blijft immens populair onder de Albanezen.
Maar er sijpelen ook berichten binnen dat het UCK zich schuldig maakt aan wraakacties. Hoewel de NAVO erop aandringt, leveren de UCK-strijders maar mondjesmaat hun wapens in. Maar in Prizren hebben KFOR en het UCK een akkoord gesloten. Vanaf komende middernacht mogen de UCK'ers geen wapens meer in het openbaar dragen. En als ze geen goede identiteitspapieren kunnen overleggen, worden ze de stad uitgezet. In Pristina stijgt de vraag naar voedsel in rap tempo. Voor de kerk, waar voedselpakketten worden uitgedeeld, verdringen zich honderden hongerige Albanezen die net zijn teruggekeerd uit de bergen. Voor de hulpverleners is er geen houden meer aan. Ze vrezen dat de situatie alleen maar erger wordt. Britse KFOR-tanks rollen het noordelijke deel van Kosovo binnen. Voor de NAVO gaat daarmee opnieuw een belangrijke fase in. De Britten hebben inmiddels Polijevo bereikt, zo'n 40 kilometer ten noorden van de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Veel etnische Albanese burgers kunnen amper geloven dat ze zijn bevrijd. Met veel machtsvertoon ontwapenden Amerikaanse KFOR-troepen vandaag 200 UCK-strijders. Sommigen werkten mee, maar anderen weigerden. Enkele van hun leiders werden gearresteerd omdat ze zich niet aan het vredesakkoord zouden houden. UCK wil pas vrijwillig de wapens inleveren als er meer duidelijkheid is over de rol van de Russen in Kosovo. Die moeten volgens het UCK eerst onder NAVO-commando komen. Yeah. Go. Oh, you go today. Yes. You heading north? Back to Serbia? Yes. Okay then. Right, it's right then, mate. Okay. Wegtrekkende Servische soldaten en politie. 40.000 manschappen, opgebouwd rond een kern van 15.000, die al voor de Kosovo-oorlog in het gebied gestationeerd was. Hey boys, er is dan niet meer. Stabiliseer je. Nemoj sada da vas. Nemojte ljudi. Ja sam vam prizren razbrojen. Nije sada kontrolit ćemo. Dok se vojska ne stabilizuje, ovako će biti kako je. Kod znaš, ti znaš momče zbog Mirka i to. Dobro. Sad sneže, nije niko. Vratite se. Ništa nije dirnuto tamo. Da. Pa moji se komši, ništa nije dirnuto. Sve pod kontrolom. Pa neće niko. Ja nikad ne bi otišla. Ali moram da odem, zato što nema reda, nema ničeg. Ja sam rođena sa Šadrvana, meni ostali majke i otac smrti. Kad ću da se vratim u moj Prizren? Sovalija is een buitenwijk van Pristina, de hoofdstad van Kosovo. De ongeveer 1500 Albanezen die hier woonden zijn kort na het begin van de bombardementen gevlucht. De afgelopen dagen zijn de eerste weer teruggekomen. Van hun huizen is vaak weinig meer over. Het Servische leger heeft hier de afgelopen maanden permanent gebivakkeerd en een veldkeuken achtergelaten. Volgens de Albanezen die nu terugkeren, werden de Servische militairen geholpen door de Serviërs die hier ook wonen. De familie Sciabboni kwam gisteren terug. Het huis staat nog overeind, maar van binnen is het volledig verwoest. I don't understand this. The people who do this things, I don't understand. It was no reason. We thought we live together. I thought they are people like me, but now I see they are don't. They are no people like me. I couldn't do this. I will clean all of this. I will start from the beginning, and I hope no more Serbs, no more of this. Het grootste gedeelte, en dan praat je echt over het grootste gedeelte van die 15.000, die hebben daar, dat zijn gewoon de inwoners van Kosovo en Metohija. Dus die hebben nu huis en haard verlaten? Die hebben hun huis en haard verlaten met een onbekende bestemming. Onze Britse ITN-collega's filmden vandaag de vertrekkende Servische militairen. Lined up to leave, they sang the song of Greater Serbia and they promised they'd be back. One month. We will be back. Return? Yes. Why? Because this is us. What is you? Kosovo? Yes. Serbian land.
Most soldiers seem happy enough to be out of the bombing. Because this is all that's left of the VJ barracks at Pristina. De soldaten gaan terug naar een land waarin ze na hun demobilisatie een werkloosheid van 50% tegenkomen. De officiële schattingen zijn zelfs meer dan 50%. En dan heb ik het over Joegoslavië van Milosevic, Servië zeg maar. Het smallere gedeelte van Servië, als ik het zo mag noemen, ja. Zonder Kosovo. The civil police are out too. So mingling in the convoys, Serb civilians who no longer feel safe, escaping north. Momenteel zijn het er 33.000. Volgens de officiële cijfers die ik vanochtend via internet heb gelezen van onafhankelijke station Beta. Die zijn in Kraljevo, die zijn langs Kraljevo gepasseerd. En die gaan in richting Belgrado. En ze weten niet waar naartoe. Als iedereen op de vlucht slaat en gezien de ervaring die we uit Krajina kennen, dan zullen het er zeker een paar honderdduizend Servische Kosovaren zijn. House to house searching by the paratroopers revealed two more isolated groups of Serbs still here in hiding. A jeep with reportedly four Albanian gangsters had come through here firing indiscriminately. A pool of blood in the hay. And within an hour, the fearful Serb family at the end of the village is packing its tractor and trailer to leave their home. This is how these awful family exits are built. An incident in a climate of fear, and within minutes, the possessions are readied for escape. An hour ago, they were farming as they have for generations. Now they were setting out to become a refugee statistic, taking their chance on the open road to Serbia. Het zijn nu warme dagen in Servië. Er is weinig georganiseerd langs de weg om die mensen op te vangen. De burgers, de Servische burgers proberen uit hun eigen ellende om nog solidair te zijn met hun medemensen uit Kosovo. Maar dat is maar een druppel gloeiende plaat. Ja, maar het wrange is, we zien dus nu dat, laten we zeggen, de Servische burgers het lot ondergaan wat eerder die honderdduizenden Albanese Kosovaren is gebeurd. En het wrange is ook dat de NAVO niet principieel is om dit te stoppen. These were the ethnic Albanian houses we filmed yesterday set alight by departing Serbs. The Canadians have turned up now, evidence of NATO's spreading control out from its secure base in Pristina. The Serbs are already right out of this part of the zone. British forces are also establishing prominent positions in Serb areas of Pristina, precisely because it is these people who are now feeling besieged. In this suburb of the city, the Serbs are in the majority. They told me they had no intention of leaving and felt protected by NATO. I think some Serbs are leaving, she told me, because they're related to the paramilitaries. 40.000 terugtrekkende soldaten, 200.000 terugtrekkende burgers en al 600.000 eerder gevluchte Serviërs uit Bosnië en Kroatië. Is het niet de NAVO die Milosevic zal doen vallen, maar de terugkeer van de eigen Serviërs uit de eigen groot Servische droom? Ik vrees uiteraard, gezien de economische situatie in Servië, dat er sociale onrusten komen. Die zijn onherroepelijk. Want we hebben het dan over pakweg een miljoen vluchtelingen in eigen land. Een miljoen vluchtelingen in hun eigen land, die Servië absorbeert. Ja, en de vraag was, zal dat Milosevic de kop kosten, ja of nee? Ik denk dat het Milosevic waarschijnlijk de kop gaat kosten. De Servisch-Orthodoxe kerk is zeer invloedrijk in Joegoslavië. Tot nu toe heeft de kerk gezwegen en zich afzijdig gehouden van de politiek. Maar de maat is vol. De leiding van de orthodoxe kerk wil geen toelichting geven voor de camera, waarin de verklaring staat dat er een einde moet komen aan het lijden van het Servische volk onder Milosevic. This is a very important statement with a far-reaching impact. Actually, the Serbian Orthodox Church is the highest moral authority in this nation. And when they that somebody should go, they really mean it. Om de indruk te wekken dat Milosevic nog steeds populair is, worden beelden van hem toejuichende Serviërs steeds weer herhaald op de staatstelevisie. In werkelijkheid wordt de achterban van Milosevic steeds kleiner.
Het land is kapot gebombardeerd, Kosovo is opgegeven en vele honderden soldaten zijn gedood. Wellicht is het een kwestie van tijd voordat Milosevic het veld moet ruimen. I think Milosevic cannot survive, although he is known as a born survivor. This time he cannot survive, and he thinks within several months he will be obliged to leave. Peacefully or not. Er zijn op dit moment maar een paar politici in Joegoslavië die de strijd met Milosevic kunnen aangaan. In het westen nog het meest populaire Vuk Drašković en de ultranationalistische Šešelj. Maybe it will be Drašković who will form the provisional government. It surely won't be Vojislav Šešelj, the head of the ultranationalists. But I think that the most important thing that the provisional government has the support of the army. And do you think they will? The army will, I think, choose the one who will be the head of the provisional interim government. De oproep van de orthodoxe kerk aan president Milosevic om af te treden kan het begin zijn van een belangrijke politieke omwenteling in Joegoslavië.